Ja, Maurice, FC Groningen vrijdagavond. Ja, ik denk een mooi affiche. Nee, absoluut. Club die vorig jaar nog Eredivisie speelt en eigenlijk het grootste gedeelte van hun bestaan in de Eredivisie hebben gespeeld. Dus ja, mooie uitdaging voor ons en een mooie affiche inderdaad. Ja, Groningen draait nog niet zoals ze zelf willen. Hè. Ze hebben in vergelijking met MVV een gigantisch budget, hè. 17 miljoen. Dus ja, iets meer dan wij ter beschikking hebben. Vertaalt zich nog niet helemaal op het veld. Zitten wel in de winning mood. 4 wedstrijden op rij gewonnen. MVV 2. Ja, 3 op rij is ook mooi. Ja, dat zou wel heel mooi zijn. En daar gaan we ook alles aan doen om dat, de punten hier te houden in Maastricht. En ons ook zo daar richting het einde van de eerste helft een goed gevoel aan over te houden. En het zou ook fijn zijn om dan 2 keer thuis een overwinning te behouden. Maar het zal wel een hele kabij worden. Maar we gaan in ieder geval voor een goed resultaat om nu in Maastricht de punten te behouden. Ja, voor kerst nog 2 wedstrijden. Groningen, nu vrijdag in eigen huis. Ja. Volgende week Topos, ook in eigen huis. Ja, het zou een mooie eindejaars uitkering voor jou zijn, denk ik. Nog wat puntjes erbij. Ja, uitkering denk ik niet. Maar in ieder geval, niet alleen voor mij. Ik denk voor de club, voor het team, voor de supporters. Dan gaan we met z'n allen de kerstperiode met een goed gevoel in. En aan de andere kant denk ik ook, als we wel wat punten bij elkaar spelen in die komende 2 wedstrijden. Dan hebben we ook enige aansluiting met de play-off plekken. En dan kunnen we in de tweede helft van het seizoen misschien wel een gooi doen naar onze doelstelling. Ja, want Groningen staat 6 punten boven MVV. Bij winst MVV staan we 3 punten achter op Groningen. Dat is toch eigenlijk iets waar je aan het begin van het seizoen van gezegd hebt. Van, dat teken ik voor, 3 punten bij kerst achter op Groningen. Ja, maar ja. We hadden toch al liever gehoopt dat we dan een paar plaatsen hoger hadden staan dan 3 punten achter Groningen. Maar ja, als we 3 punten achter Groningen staan en een ploeg met zoveel mogelijkheden, ja, dan is dat best wel knap. Ja, de selectie. Hoe zit het met de fitheid van de selectie? Nou, Toena is niet aanwezig. Die heeft nog een. Die is net geopereerd, dus die moet nog eens herstellen. En er zijn nog enkel twijfelgevallen. Dus dan moeten we even komende dag even bekijken en morgen. En dan nemen we voor de wedstrijd daar wel een beslissing in. Maar Toena is er zeker niet bij. En Lars niet. Die is ook herstellende van een ingreep. Dus dat zijn de twee. Die er zeker niet bij zijn. Die zeker niet bij zijn. Toena is deze week geholpen. Ja. Dan waren 2 opties. Hij gaat of heel kort of heel lang uitvallen. Is al bekend hoe en wat? Ja, kort. Kort? Nou ja, ik denk dat hij ergens eind januari weer wedstrijdfit zal kunnen zijn. En dat hij weer bij ons op het veld kan staan. Dus dat is wel positief nieuws voor ons. Voor hem ook. Dus... ja. Maar goed, laten we eerst maar morgen dat karwei goed afsluiten. Succes! Dankjewel.